Mijn naam is Jeffrey Pondaag. Ik ben de voorzitter van de Yayasan Comité Utang Kormatan Blanda, oftewel de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden. We behartig de belangen van Indonesische slachtoffers en niet te vergeten de 7000 Indonesische weigeraars. De Gouden Koets is de grofste schendingen van de mensenrechten van de eerste orde. Namelijk dit is niet niks. Het gaat over mensen van vlees en bloed die niets hebben omgevraagd om te lijden. Wat er nou ontbreekt bij die koets zijn de slachtoffers die niet in beeld komen. Want daar hebben miljoenen mensen aan geleden. En dat wordt steeds niet erbij gehaald. Terwijl dat is juist de kern, vind ik. Het stopt namelijk niet bij de Gouden Koets. En waarom niet? Kijk. Dit heeft allemaal mee te maken. En dit is een hele beruchte. Dat is notenmuskaat, waar Pieter Zonkoen genocide heeft gepleegd. En dit is kruidnagel en dit is peper. Ja, zonder deze dingen weten de zogenaamde, zeg maar, noemen ze de derde wereld. En ook nog de beide ontwikkelingslanden. Het woord is uitgevonden door de welvarende landen. Hebben ze niks? Weten ze ook niet hierover, als ze dat niet hebben geroofd. Ik zit al de hele tijd zeg maar te ergeren. En ik begrijp niet dat er geen besef is, zeg maar, bij de Nederlanders. Maar in 2010, toen ik dus ging lobbyen in de Tweede Kamer in verband met de zaak Rauwagerdi, ben ik daar ontvangen. Helaas alleen door twee partijen. Dat is de SP en GroenLinks. Aan het eind van het gesprek heb ik dus, die ik altijd bij mijn map heb, heb ik dus de foto van de Gouden Koets aan Mariko Peters en Harry van Bommel laten zien. En zo is het begonnen. Zij reageerden niet zo wat ik eigenlijk heb verwacht. Maar een maand later kregen ze, zeg maar, een telefoontje. Toen vroegen ze mij of ze wilden, zeg maar, een open brief schrijven of ik mijn naam eronder gezet mag worden. Ik zei, ja, natuurlijk. Ik heb daar jullie daar laten zien, die foto. Dus in principe hebben zij dus, zeg maar, nou ja, natuurlijk wel via mij, maar hebben zij natuurlijk actie ondernomen. En ik vind het heel knap, als volksvertegenwoordiger toen, dat ze dat durven te doen. De koets moet in brand worden gestoken. Het kan niet zo zijn dat deze koets zo wordt verheerlijk en zoveel kosten wordt geïnvesteerd en dat de mensen die er geleden hebben, ja, gewoon er niet zijn. Ik wil toch wel duidelijk zijn, het wordt net gedaan alsof dat land die 18.000 kilometer ver ligt, alsof het van Nederland is. Zo wordt, zeg maar, hier in Nederland gesproken. En dat is natuurlijk onjuist. Kolonialisme is illegaal. En het ook heel belangrijk is om te weten, in die periode, als je het hebt over 1945-1949, er woonden toen 70 tot 100 miljoen mensen. En die hebben geen stem. Miljoenen slachtoffers die hebben geleden, die komen niet in beeld. En de besef daarover is nul.